Hi, welkom terug op mijn kanaal. Ik heb mijn haar geknipt. Ik ga hem zo los doen hoor. Een tijd geleden heeft iemand aan mij gevraagd of ik een keer Kylie wilde proberen. Dat heeft even geduurd. Het heeft even geduurd voordat ik kon kopen wat ik wilde kopen. Dan was de bronzer er niet. Nu was de blush er weer niet. Maar goed, ik heb een andere kleur blush gekocht. Ik heb een bronzer. Dan pakken we die gelijk even uit. Dat ziet er zo uit. Ik doe heel even mijn bril op. Dan kan ik jullie vertellen wat het is. En dit is de kleur 100 kaki. En dit heet de Pressed Powder Bronzer. En dan krijg je redelijk... Dit is plastic, maar dit is heel stevig hoor. Dit is echt... En dan gaat die open en dan zit er een spiegeltje in. Kijk, daar zijn jullie. En dit zit los. En dan is dit de kleur. En dan heb ik een blush. Dit is de Pressed Powder Blush. In 334 Pink Power. Dit komt ook in zo'n doosje. De bovenste ding. Dat is dan de kleur die je gekozen hebt. Nou, dan krijg je weer zo'n stevig roze plastic doosje. Met zo'n velletje. En dan is dit de kleur. Ja, ik weet het. Ik ben niet van het roze, maar toch. Ik heb een matte liquid eyeshadow gekocht in de kleur 002 An Actual Mood. Dat komt in zo'n doos. Er zit ook weer aan de bovenkant de kleur. Dat is deze. Dan heb ik een mini mascara gekocht. Dit is de Kylash Volume Mascara. Bold Volume. A Volumizing, Lifting and Defining Vegan Mascara for the Perfect Full Lash. Weightless Brush Fibers provide a buildable and instantly enhanced effect. Multidimensional Definition. Separate lifts and curves for a fanned-out result. Lash-loving actives. Grapeseed oil and provitamine B5 to nourish and strengthen. No clumps, smudge-resistant and vegan. En ik heb een kleintje gekocht. Zo ziet hij uit. En het borsteltje... is een gewoon borsteltje. Heerlijk. Zo, ik zet het allemaal voor me neer. En ik heb een lipkit gekocht. De Velvet Liquid Lipstick en Liner in de kleur 700 Bare. Die komt dan zo. En dit is dan de kleur. Nou, niet helemaal, maar... Dan maak je hem open. En dan zitten er twee dingetjes in. Dit is de liquid lipstick en dit is dan de liner. Daar gaan we. Ik heb de basis er al op zitten. Die ben ik aan het proberen van een ander merk, maar dat maakt niet uit. Dan moet ik eerlijk toegeven dat ik deze producten van Kylie al even getest heb. Dus het is niet de eerste keer dat ik ze gebruik. En eerlijk, best oké. In het begin dacht ik, oeh, die bronzer is echt heel oranje. Maar dat valt echt reuze mee hoor. Het is geen contourkleur. Even mogen. Kwap hier zo. Wat ik zeg. Het is geen contourkleur. Het is iets te veel.
En hij is wel iets aan de warme kant, vind ik. Maar voor mij is hij net niet te oranje, zeg maar. Ja. Dan doen we de blush. Die is echt heel licht. Dat was de verkeerde vinger, sorry. Maar dat vind ik dan in het roze weer niet erg. Ik hou niet van die felle kleuren, weet je wel. Ja, je ziet het wel hoor. Het is een hele echte babyroze kleur. Maar je ziet het wel. Heel cute. Heel cute. De oogschaduw. Ik heb alles al gebruikt. Laat ik eerlijk zijn. Wat ik doe. Zo. Over het bewegend ooglid. Dat ga je bij mij natuurlijk niet zien. En dan neem ik een fluffy kwast. En dan. Dit is het type One and Done Eyeshadow. Heel even een kleinere, want dit is. Dit is het type One and Done Eyeshadow. Ik moet even iets aan die binnenkant doen, want ik heb hem iets te ver doorgetrokken. Nu is het daar donker. Dat wil ik niet. Even een lichte. Ja, beter. Oké. Zo, fluffy kwast en blenden met die handel. Ja, het is echt een hele fijne oogschaduw. Ik kan er niks van maken. Ik vind hem echt. Ga heel even mijn wenkbrauwen doen. En dat doen we nog steeds met de Wow What a Brow van Catrice. Nee, van Essence. En dan doe ik even zo. Eigenlijk alleen mijn staartje. Dan volg ik de onderste haartjes die ik heb. Nou, niet dat dit de eerste keer is dat jullie iemand zijn wenkbrauwen zien doen. Maar automatisch wil je dan vertellen wat je aan het doen bent. Het slaat helemaal nergens op. En dan pak ik die browstick van Catrice. En daar gaan we de binnenkant mee kleuren. En dat zijn dan gewoon haartjes. Kijk, zo.
Kijk, ik vind het leuk als ik mooie wenkbrauwen heb. Maar ik hoef er geen uur over te doen, weet je wel. Dan vind ik die iets te licht, dus dan doen we daar gewoon nog een beetje bij. En een beetje hier omhoog, want... Zo, wenkbrauwen. Ik doe eerst even een spreetje op. Om een beetje leven terug te brengen. In het overdreven matte gezicht. Niet helemaal droog. De Kylash. De mascara. Even. Een knijpje in mijn wimpers. Ja, ik weet niet. Ik ben... Anton is buiten. Ja, het is heel onhandig dat het zo klein is. En het borsteltje is natuurlijk normaal, maar normaal is het stokje natuurlijk groter. Dus ik doe hier mee knoeien. Maar ik denk als je de full size hebt, dat je echt niet hoeft te knoeien hoor. Dit ging niet helemaal goed. Dat gaan we even zo opruimen. Maar ja, ik vind dit echt... Ik ben niet zo wit trouwens in het echt als dat het op camera lijkt. Maar ik vind dit een hele mooie mascara. Even mijn... waar ben je? Ik ben altijd dat ding kwijt. Altijd. Hier ben je. Het laat zich heel makkelijk weer weghalen. Zo. Ja, ik kan er niks van. Ik vind het. Geeft het waanzinnige volume? Nee. Maar het scheidt je wimpertjes wel mooi. Het is echt zwart, vind ik. Ja. Ik vind het een mooie everyday mascara. Dan gaan we de lipkit gebruiken. Die is een beetje peachy. Ik heb eerst een liquid lipstick en ik doe dan de lip liner.
Ja. Zo. Ik heb hier een traanoog. Het is al een beetje aan het drogen. Is het oncomfortabel? Nee. Droogt het echt je lippen uit? Ja. Blijft het heel lang zitten? Ja, bij mij niet. Maar dat doen ze bij mij... zal dit even uit of zo. Dat doen ze bij mij allemaal niet. Het is gewoon ongeveer hetzelfde kapsel hoor. Maar dan gewoon weer wat korter. Want ik merk als mijn haar heel lang wordt, dan gaat het heel erg pluizen. Dus nee, dan maar niet lang. Hè? Zo. Ja, zo. Ik heb er nu niks in zitten. Dit is gewoon gisteravond gewassen en gefeund. En dan zit het zo. De lippen ding. Hij is heel mooi. Hij is heel smooth. Hij voelt heel fijn. Je voelt wel dat je wat op je lippen hebt zitten. Dat is natuurlijk, ja, dat... Weet je, ja, het is make-up. En je ziet het, ja, maar dat is natuurlijk de bedoeling. Ik vind het een mooie peachy nude kleur. Wat ik al zeg, blijft hier heel lang zitten bij mij niet. Het is nu, weet ik niet hoe laat het is, een uur of 11. Ja, zoiets. Ik denk dat die na de lunch weg is. En ik eet geen vette lunch. Ik eet gewoon een broodje met weet ik veel wat. Meestal is dat kalkoenfilet of roastbeef of nou, zulke dingen. Maar dan is hij er wel af. Dan heb ik ook alweer koffie gedronken en zo. En dan is hij er wel af. Maar het is een mooie kleur. Absoluut. Het zit fijn. Ja, het droogt. Ja, het is droog. Het voelt ook droog. Dus je zou altijd nog voor kunnen kiezen om hier een gloss overheen te doen. Als je dat zou willen. Die heb ik van Kylie niet. Ik had deze 5. Ja, dit zijn natuurlijk 2 producten. Deze 5 producten gekocht. Ik weet dat ze inmiddels een foundation en een concealer hebben. Maar ik heb een beetje onderzoek gedaan. Ik heb ze nog niet in het echt gezien. Maar het schijnt dat die niet heel flatteus is op een droge huid. Dus ik ben een beetje voorzichtig daarmee. Met, weet je, ik moet het zelf kopen, hè? Ik krijg geen PR of zo toegestuurd. Dus in die zin is het lastig voor mij om te zeggen... Oh, dat koop ik wel even. Want het is een redelijk prijzige foundation. Waarvan ik het moeilijk vind om in te schatten wat de kleur gaat doen. Dus ja, misschien als ik een keer weer bij de Douglas ben binnenkort. Want daar ga ik wel binnenkort heen, want ik moet... Een cadeautje voor Wessel uitzoeken, want Wessel is jarig deze maand. Ja, wij zijn... Wessel wordt 22. En die krijgt een luchtje. Dat denk je, een luchtje. Ja, hij had een heel lekker luchtje geroken vorige keer bij de Douglas. En ik had zoiets van, oh, ik ga dat luchtje voor zijn verjaardag kopen. En anders krijgt hij gewoon geld. Dan kan hij ermee doen wat hij zelf wil. Maar goed, de Douglas is niet heel ver. En als ze hem daar hebben, dan kan ik... Ik heb hier allemaal poeder in mijn haar zitten, joh. Dan kan ik misschien een proefje meekrijgen. Als ik dat heb, zal ik het zeker laten zien aan jullie. Maar voor nu had ik deze 5 producten. Die mij het meest waarvan ik dacht, nou, daar kan ik een hele look mee maken. En ik moet zeggen, ze bevallen me wel. Ik had meer gedacht dat het op meisjes gericht zou zijn, maar het is echt volwaardige make-up. Het ziet er echt mooi uit. Het zijn fijne producten om mee te werken. Mijn stem slaat helemaal over, hoor je dat? Goh. Het zijn fijne producten. Daar gaan we. Het zijn fijne producten om mee te werken. Ik vind de kleur mooi. Ze hebben goed pigment.
Was dit mijn eerste keus aan blushkleur? Nee. Maar ja, goed, weet je, ja. Oogschaduw droogt helemaal op. Dus dat, het gaat bij mij. Ik heb natuurlijk enorm overhangende oogleden. Maar het gaat bij mij niet crease of zo. Oh, sorry. Net wakker. Dus ja, al met al krijgen ze van mij een dikke voldoende. En is het het allerbeste wat je ooit geprobeerd hebt? Nou, weet ik niet. Het staat allemaal een beetje gelijk. Ik heb niks qua dit soort producten waarvan ik denk, oh, dat schiet er echt uit of zo. Dat is dan meer merkvoorkeur of de kleur of zo. Dit is niet, het is niet zo dat ik denk, oh, dit is het allerbeste wat je ooit hebt geprobeerd of zo. Hier hebben we een hele gekke krul hier zo. Zie je? Nou goed, we gaan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog en laat een leuke comment achter. Alleen leuke comments. Kritiek vind ik leuk, maar als het opbouwend is. Niet om iemand af te zeiken, om het zo maar te zeggen. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Dankjewel. Doei!